was er een ster die de wijzen 2000 jaar geleden naar Jezus leidde. Er was eens, 2000 jaar geleden, in een klein landje aan de Middellandse Zee, binnen het Romeinse Rijk dat gerund werd door Caesar Augustus, een plaatsje. Dat plaatsje heette Nazareth. En in dat plaatsje woonde Jozef met zijn vrouw Maria. Om een of andere reden moeten zij vanwege een administratief ding naar de stad waar de familie van Jozef vandaan komt. Maar Maria is hoogzwanger. Toch moeten ze dat hele eind reizen, want Jozefs familie komt uit Bethlehem. Dat is ergens hier meer dan 120 kilometer. Dus zij met z'n tweeën, ezel erbij, Maria erop, hoogzwanger. Dat hele eind zo naar beneden. Halverwege is Nablus, waar deze jongen geboren is. Maar dat is voor het verhaal verder niet belangrijk. Nou, zij reizen dan dus dat hele eind en komen dan uiteindelijk in Bethlehem aan. Daar aangekomen kunnen ze geen plek vinden om de nacht door te brengen. Geen plek in de herberg, zo kennen we dat verhaal. En omdat er in de Bijbel gesproken wordt over een voederbak waar Jezus na zijn geboorte in terechtkomt, wordt er aangenomen dat hij in een stal is geboren en dat zij dus een plekje hebben gevonden in de stal om de nacht door te brengen. Maar ja, dat ligt niet heel erg voor de hand. De meeste historici denken nu dat het in een grot is gebeurd. Dat mensen bij grotten woonden en dat ergens achter in die grot dan de dieren waren. En dat ze tegen hun hebben gezegd, joh, daar is nog een plekje, ga jij maar lekker bij de geiten liggen. Een grot dus, nou, dat moet er dan ongeveer zo hebben uitgezien. Zo, een beetje dit. En daar is hij dan. Het kindje Jezus. Geboren in een grot. Nou is er ook sprake van wijzen uit het oosten. Die worden altijd in die stal erbij geplaatst. Maar als je goed leest, dan zul je eigenlijk wel doorhebben dat ze maanden later eigenlijk pas die kant uitkomen. Bovendien, drie wijzen, dat staat nergens. Er wordt gesproken over magiërs uit het oosten die geschenken meebrengen. Goud, mirre en wierook. En omdat het drie geschenken zijn, denken heel veel mensen, ah, dat waren drie wijzen. En dan is er, en dat is eigenlijk natuurlijk super spectaculair, een ster. Een ster die leidt de wijzen naar de plek waar de nieuwe koning geboren wordt. Maar nu ik echt wil weten wie de historische Jezus was, vraag ik me vooral af, kan dat ook echt? Was er een ster die de wijzen 2000 jaar geleden naar Jezus leidde? Door de jaren heen hebben wetenschappers de ster van Bethlehem proberen te verklaren. Sommigen denken dat het een supernova was, of een komeet. Anderen zien het puur symbolisch, omdat in de oudheid de geboorte van koningen en vorsten vaker werd aangekondigd met een ster. Om erachter te komen of er zich 2000 jaar terug daadwerkelijk iets unieks heeft afgespeeld in ons sterrenstelsel, maak ik een afspraak met dé sterrenkundige van Israël, Dr. Igal Patel. Hi, I'm Kifa. Hi, Kifa. Hi. I'm looking for an explanation for the Star of Bethlehem. And I understand that you have one. I think I have one, yes. What would it be? I think that the explanation is the conjunction. The conjunction is that two planets come together, if you see them from Earth, very close conjunction between Jupiter and Venus, which are the most brilliant stars or planets after the sun and the moon in the sky. So 3 years in a row, very close, very rare. Venus and Jupiter are seen as one planet. And so if people coming and see this, this is very strange or resembling something. But there are a lot of theories I've heard about people saying it must have been a comet or something. You don't agree with that? Look, a comet is a very rare event, but it comes every few years. You have every decade. You have a very bright much planet. Less so rare much less than this conjunction yes. thing. It was and the comet. At that time, an appearance of the comet should resemble something not good, very bad. It was a bad sign. A bad sign. Okay. A comet was bad sign. Something is going to happen. A wars or disease or I don't know what. So I don't think that they connected a very bad sign to something that to the birth of the Christ. I think
the three conjunctions, the two bright stars come together, joining hands, and for a few days going to this direction. Dat klinkt heel boeiend. Maar als dokter Patel mij vertelt dat hij me de sterrenhemel van 2000 jaar geleden terug kan laten zien, heeft hij me helemaal bij de les. Wauw. Ja, this is the planetarium. Oké. This projects the stars, as you see it, like you are in the desert or something. And we have the computer that can simulate the positions of the stars and the position of the planets as any instant that you want. Okay, let's start. First, I have to turning off the lights. And now we can see all the stars. Dan is het zover. Dr. Patel neemt mij 2000 jaar mee terug in de tijd. En na wat rekenwerk is daar het resultaat. Tussen alle sterren verschijnt ineens een veel grotere lichtbaken aan de hemel. De ster van Bethlehem. En of het nog niet duidelijk genoeg is voor mij, plaatst Igal er toch nog maar even een cirkeltje omheen. Dank u wel, dokter Patel. Dat is hem. De ster van Bethlehem. Die eigenlijk geen ster is. Maar twee dicht op elkaar staande glimmende planeten.